al vervaagd, dus die is gewoon weer even opnieuw gezet. Pakketje binnengekregen. Kijk hoe die me aankijkt. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag. Ik begin vandaag in plaats van gisteren, omdat ik woensdag de hele dag heb gewerkt bij de kinderopvang. Dus ik kon helemaal niks filmen. Ik ben nu bij de pedicure, daar ga ik zo heen. En daarna ga ik door naar Zaandam. Of tenminste eerst naar Alkmaar en dan haalt Bonnie mij erop en dan naar Zaandam toe. Want ik laat vandaag nieuwe tatoeages zetten. Mijn vriendetje laat ik bijwerken en ik heb een paar nieuwe die ik wil. Dan gaan Bo en ik nog even gezellig wat drinken en nog even de stad in. Dus dat is heel erg leuk, gezellig. Nou, wat ik zei, ik ben nu dus bij de pedicure, dus daar ga ik naartoe. En het duurt denk ik een uurtje of zo en dan pak ik rustig de trein van 12:30. Dus zin in. Ik zit weer in de auto en ik ben net teruggekomen van de stad met Bodine. Ik zal even laten zien. Ik heb mijn vlindertje opnieuw laten zetten. Ik weet niet, volgens mij zie je het wel goed op zich. Die was best wel vervaagd, dus die is gewoon weer even opnieuw gezet. En dan heb ik hier de geboortejaren van mijn ouders. En dan heb ik, oh ja, hier heb ik een tekst. Ik weet niet of je het kan lezen. Ik heb trouwens echt een plek hier, dat is niet normaal. Het doet ook super veel pijn, dus die moet ik even goed in de gaten houden. Maar dat zijn mijn nieuwe tatoeages. Ik heb die zon, ik wilde misschien ook nog een zon hier achter ergens, maar die heb ik toch nog maar even niet gedaan, omdat het best wel een groot is. Ik heb trouwens even mijn trui aan. Dus gewoon lekker subtiel gelaten. Ik wil natuurlijk nog wel een paar meer uiteindelijk, maar ja, ik moet er gewoon even... Daar ben ik weer goed over nadenken. Dus ik ben blij met degene die ik nu heb gezet. Ik ga nu naar huis rijden. Het is inmiddels al 6:30 geweest. En dan ga ik lekker eten thuis. Ik weet niet wat ik ga eten. Dat is het lekkere aan dat ik even met mijn ouders ben deze week. Morgen weer werken. Dus ik ga het zien. Nou, ik ga jullie even opbergen en dan ga ik naar huis toe rijden. Goedenavond, het is vandaag vrijdag en ik ben net thuis gekomen. Ik heb gewerkt vandaag bij de kinderopvang weer en ik heb een pakketje binnengekregen van Ayoub's vrienden en die wil ik even met jullie openmaken. Ja, ik heb weer niet echt een hele goede plek waar ik jullie neer kan zetten. Misschien, dit is wel heel gevaarlijk, maar jullie staan nu op een vaas. Volgens mij staan jullie een beetje schuin, maar dit is een iets betere hoek. Kijk, ik heb gisteren van deze tatoeage alvast het plastic. Of, nou, er zat een sticker op. En dat wordt ook niet beter op mijn kin. Maar goed. En hier heb ik nog de sticker op staan. En ook die op mijn hand. Want ik dacht, ja, ik moet natuurlijk vandaag werken. Dus dan wordt het misschien sneller vies. Maar ik ga het er zo wel afhalen. Ik heb even lekker deze broek aangedaan. Die is volgens mij van de Zara. Super fijn. Die heb ik toen wel in laten kort hoor. Want die was voor mij echt veel te lang. En daar komt Storm. Kom je erbij? Kom je er gezellig bij? Kom dan. Storm. Kom dan. Je mag erbij. Kom. Wil je niet? Nou, hij wil niet. Even kijken. Ik mocht bij Idol of Sweden het een en ander uitkiezen. Ik wilde eigenlijk wat anders, maar dat was niet meer op voorraad. Dus ik heb nu gewoon een... zwart, een zwart hoesje gekozen. Gewoon deze. En ik heb een kortingscode, maar ik weet niet. Dat moeten jullie even op mijn Instagram bekijken. Want
Dat krijg je natuurlijk weer niet open. Het is een samenwerking voor mijn Instagram. En ik weet niet precies welke datum ik het nou moet plaatsen. Het was trouwens echt super warm vandaag. Ik heb echt bloedheet gehad daar. Met die kinderen. Ik had 8 kinderen. Dus het was wel even druk. Oh, het is wel een heel mooi hoesje. Hij is gewoon een beetje... Ja, gewoon helemaal zwart. Met hier een IOS-fiede. Helemaal prima. En dan heb ik nog... Nou, dat komt straks wel. Een tas. Ik heb al een... ik heb al een andere sporttas. Of althans, die gebruik ik om te sporten. Van IOS-fiede. Zit weer in een grote dusbag. Het is een storm. Wat maakt het voor geluidjes? Oh, hij is wel... Is dit nou dezelfde? Ja. Dit is precies dezelfde als die ik in het crème heb. Het zijn wel echt super fijne tassen. Dus ik weet niet wel... Is het niet helemaal hetzelfde? Nou, volgens mij is hij... Nou ja, het is niet helemaal hetzelfde. Maar het model lijkt er wel op. Die andere was wat meer puffy-achtig. En deze is gewoon... Maar hij is ook best wel groot hoor. Ik denk dat er best wel wat spullen in kunnen. Misschien doe ik dit dan wel... Als nieuwe schooltas. Ik heb eentje van Longchamp, maar die heb ik al 2 jaar nu en die gaat een beetje begeven. Ik moet weer een nieuwe kopen, maar ik vind best wel dure tassen. Maar dit is op zich echt wel een hele grote tas. Ook gewoon lekker om te reizen en zo. Hij is normaal... Ik weet niet hoe duur die is. Volgens mij was hij wel prijzig ook deze. Nou goed. Dat is dus deze. En hier zit nog een rits. En hier aan de zijkant voor drinken of wat dan ook. En aan de binnenkant heb je ook nog helemaal hier een rits. Dus dat zijn mijn items van IOS Sweden. Ik heb best wel veel honger, trek. Dus, en ik zou eigenlijk iets anders eten wat mijn moeder had gemaakt van de week. Wat ik van de week al had gegeten. Maar ik heb best wel een beetje zin in pizza. En toevallig ligt er nog een pizza. Dus die ga ik even in de oven doen. Even wat eitjes er extra bij. En dan ga ik lekker tv kijken vanavond. Ik zou eigenlijk nog werken of althans met teksten schrijven. Vanavond maak ik me best wel heel erg moe. Dus dat ga ik morgen doen. Ik heb morgen toch niks te doen. Volgens mij wordt het morgen ook wel mooi weer. Maar dan ga ik gewoon lekker in de tuin liggen. Met mijn bikini aan op de bedden. Maar we hebben hier van die lekkere lichtbedden. Dus dat is wel chill. Een storm. En ik wilde eigenlijk nog met storm vanavond naar het strand. Maar daar heb ik toch niet zoveel zin in. Dus dat doen we wel morgen. Goed? Gaan we morgen lekker naar het strand toe. Kom eens. Kom eens. Kijk. Dan ben je ook even in beeld. Dan ben jij ook even in beeld. Hier. Kijk eens hier. Ja. Goed zo. Zie je jezelf? Zie je jezelf? Hij lag vanmiddag echt super chill. Rustig. Doe eens rustig. Niet zo gek hoor. Het is een beetje raar. Maar dat is altijd heel raar. Als we hem op ons schoot hebben en dan doen we hem eraf. Dan wordt hij helemaal wild en dan gaat hij helemaal ervan afspringen. Maar hij lag vanmiddag vet chill in de mand. Volgens mij heb ik daar een stukje van gefilmd. Echt heel grappig. Niet zo gek doen hè. Waar is je speeltje? Pak je speeltje maar. Kom maar. Kom. Nou goed, daar ben ik wel even zoet mee. Goedemiddag, het is vandaag zieken te kijken. Kijk. Wat is dat? Wat is dat? het is vandaag zaterdag en ik heb vanmorgen wat gewerkt. Mijn teksten geschreven, ik moet er nog 2. Ik heb net lekker gedoucht, even me klaargemaakt. Ik heb van, dit is van Naked, dit is van de H&M. En ik ga zo bij mijn opa en oma eten, even lekker. Ik wilde nog iets zeggen, maar dan ben ik het weer vergeten. Kun je het niet meer storm? Nee? Nou goed, het is vandaag zaterdag. Lekker dus een dagje gehad. Morgen ga ik mijn spulletjes inpakken voor Maastricht. Want ik ga maandag en dinsdag naar Maastricht toe. Super veel zin in naar Nienke toe. Die woont daar met Floor samen, mijn nichtjes. En ik zal mijn telefoon even op stil zetten, want dit is zo erg irritant. Dus ja, ik had nu wat crackers gesmeerd. Ik had nog een beetje honger. En dan ga ik zo richting mijn opa en oma toe.
Goedemorgen. Het is vandaag zondag en ik heb nog een beetje een slaperig gezicht. Ik heb net Storm uitgelaten. Hè, Storm? We hebben net even gelopen. En ik heb nu mijn broodjes in de oven, want dan ga ik even lekker ontbijten. Oh, ontbijten. Mijn tatoeages gaan best wel goed. Ik smeer ze in met, hoe heet dat, Bepanthen. Kijk, hier deze en deze. Ik vind die vlinder nu echt stukken mooier. Ik weet niet of ik hem, nou, ik heb hem volgens mij niet specifiek laten zien aan jullie. Toen hij nog niet gezet was, maar dat heb je wel in mijn vlogs waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk kunnen zien. Dus dat is nu echt veel beter. Ik ga vandaag lekker rustig aandoen. Ik moet nog 2 teksten schrijven, dat wil ik zo even doen. Mijn ouders komen rond 12:00 weer thuis. En dan ga ik mijn spullen inpakken voor Maastricht. Want ik ga een gezellig 2 dagen naar Maastricht toe. Echt heel veel zin in. En dan ga ik door naar Leeuwarden. Dus ik moet best wel het een en ander meenemen, maar goed. En ik heb gisteren dus mijn nagels gelakt. Wij hebben van Pink Gel, van die gel nagellak hier met een lamp. Dus dat is dit. En mijn duim is in 1 keer echt, ik weet niet of je het goed kan zien, maar best wel lang geworden. Ik had altijd korte nagels. En hij is ook hard geworden. Dus ik dacht, nou, die moet ik even lakken. Dus dat heb ik gedaan. Ziet er meteen weer een stuk leuker uit. Ik ga even kijken of mijn broodjes al klaar zijn. En dan ga ik even lekker ontbijten. Ik ben intussen even aan het werk, zoals je ziet. En Stormer wilde graag bij mij zitten. Dus die heb ik even op schoot genomen. Niet heel ideaal eigenlijk, want ik kan niet heel goed typen. Maar goed. Ik heb nu bijna die... mijn haar zit ook lekker door de war. Je blijft wel zitten, hè, Storm? Ik zie jou weer naar beneden kijken. Storm? Storm? Wil je eraf? Nou, in ieder geval drink ik af zo. Ik ben net met mijn 1 laatste tekst bezig gegaan. Daar ben ik bijna mee klaar. En dan de laatste. En dan heb ik ook lekker vrij. Ik ben wel weer mijn teksten aan het uitstellen elke keer naar het weekend. Maar dat komt omdat ik door de week gewoon nu ook heb gewerkt en zo. En andere dingen heb gedaan. En dan denk ik, ja, het weekend ben ik meestal wel... Nou ja, vorig weekend dan niet, maar heb ik vaak wel vrijdagen. Zo, hij ligt lekker. Nou goed, goed verhaal. Ik ga even lekker verder. Storm heb ik op mijn schoot geplast. Kijk hoe die me aankijkt. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Waarom? Nou, dat ga ik even schoonmaken. Mijn nichtje en ik zijn net 4 uur hebben we in de trein gezeten en we zijn net aangekomen in Maastricht, hè Floor? Ja. We konden gelukkig zitten in de trein, we hadden ook in zo'n 4 uur zitten, want we hadden ook koffers mee en zo. En we wachten nu op de bus, want we gaan dan met de bus naar de stad toe en dan gaan we even lekker lunchen en wat drinken en nog even shoppen, want er is overal sale. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Eerste keer Maastricht voor mij.
Wij zijn inmiddels bij Nienke thuis. We hebben een beetje geshopt in de stad. We hebben alle drie nieuwe schoenen. Nienke twee paar. En Floor en ik één. Toch jij hebt maar één. Ja. Floor. We hebben lekker gegeten met elkaar. En we kwamen Daphne ook nog tegen. Mijn andere nichtje was toevallig ook in Maastricht. En we gaan nu... Nintendo, is toch Nintendo? Switch. Nintendo Switch. Kijk, we hebben een hele grote tv. Dus... Oh, hij is heel onscherp. Oh, nu wel. Dus ik ga even lekker kiezen welk poppetje ik ben. En dan gaan we even lekker een potje met elkaar spelen. Ik weet niet, ik heb hier altijd wel een plekje, maar het lijkt wel een bult of zo. Je moet even in de gaten houden. Ik ben net thuis van een tocht van 4,5 uur. Van Maastricht naar Leeuwarden, echt fucking ver. Van Julianum naar Leeuwarden was al ver, maar dit is nog verder. Volgens mij kan je ook bijna niet verder. Maar goed, de reis die verliep allemaal voorspoedig, ging prima. Ik moest alleen naar de wc en ik ging niet naar de wc omdat ik... En mijn koffer heel vervelend vond en mijn grote tas. En ik vind het nooit zo schoon. Dus ik dacht, ik wil houden op. Maar ik heb het nu opgehouden. Ik ben net weg geweest. En nu kan ik weer even normaal ademen. Ik ga lekker mijn koffertje uitpakken. Of althans, de spullen eruit pakken die ik nodig heb. Want morgen doe ik de rest wel. Ik ga lekker douchen en in bed liggen. Ja, ik heb het super leuk gehad in Maastricht met Nienke en Floor. Ik was er nog nooit geweest. Maar ik wil zeker nog een keer, want ik heb nog niet alles gezien. Het was heerlijk weer, dus dat was ook super fijn. Ik had echt een soort vakantiegevoel, alsof ik in het buitenland was. Een hele mooie stad Maastricht, echt een aanrader. Ik ben weer blij met deze vlog, hoe die is geworden. Ik heb leuke dingetjes proberen te filmen. We hebben vooral veel gegeten en gegeten en gegeten. En veel door de stad gewandeld. En Nienke heeft me de leuke hotspots laten zien van Maastricht. En nog wat gewinkeld, maar dat laat ik... Althans, nee, dat heb ik niet mee. Dat heb ik meegegeven aan mijn nichtjes, want die gingen nu naar Hello en dan komt het wel een keer naar Julianendorp toe. Ik heb mijn ramen openstaan, dus misschien hoor je wat mensen praten. Ik had leuke sleehakken gekocht. Ik heb mijn telefoon ook niet bij me nu. Laat ik in mijn nieuwe weekvlog wel even zien. En ik had nog bij Simfry wat gekocht, maar dat laat ik niet in de vlog zien. Dus ja, ik heb er niks meer te zeggen. Ik ga bij deze weekvlog afsluiten. Vond je het leuk? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hieronder op mijn kanaal. En ik zou het leuk vinden als je me volgt op Instagram. En dan zie ik je graag volgende week weer. Doei!